zijn hier op het heiken waar normaal gesproken volop wordt getraind door een sportvrouw. Onder het toeziend oog van haar maatjes, denk ik, gaan we haar verrassen met een check. We hebben voor jou een verrassing. Alsjeblieft. Want Lotte, je hebt nogal wat medailles dit jaar behaald. Ja, dat klopt. Dat was een goed jaar voor mij, inderdaad. Ik heb op de Nederlandse kampioenschap een bronzen medaille gehaald. Op het EK een zilveren. Een individueel een achtste plaats. Dus ja, een heel mooi jaar voor mij. Lotte, hoe ziet jouw trainingsweek eruit? Druk. Het is eigenlijk 7 dagen in de week bij ons. En dan natuurlijk niet ieder paard 7 dagen in de week. We hebben wel per paard echt een heel verschillend trainingsschema. En met die van mij waarmee ik naar het EK ben geweest, is het eigenlijk gewoon, ja, die is al wat ouder, die is al 21. En die is eigenlijk 5 dagen in de week echt trainen en dan 2 dagjes lekker rust. Wil dat zeggen dat jij niet ieder NK of WK hetzelfde paard bij hebt? Nee, dat klopt. Ik heb verschillende paarden staan. En die ene is nou met pensioen. Dus die neem ik niet meer mee. Maar ik heb inderdaad wel verschillende paarden. Dan kan ik een beetje afwisselen welke ik meeneem. Maar dan heb je met een paard wat nu met pensioen is, behaal je dan een hartstikke goede titel. Eigenlijk wil je daar dan mee verder, lijkt mij. Ja, dat klopt. Maar hij had al zo'n leeftijd bereikt dat het eigenlijk eerlijker is voor het paard. Want hij was nog super fit, dus hij zou nog een paar jaar nog echt wel mee kunnen. Ja? Maar het is wel eerlijk voor het paard om op zijn hoogtepunt ook te stoppen. Dus hij heeft nou heel veel plezier in de wei. Want dan gaan we naar Anne. Want ook Anne heeft iets gepresteerd. En Anne dacht, waarom wordt mij niks gevraagd of gegeven? Want Anne, wat heb je bereikt? Ik ben Nederlands kampioen geworden, dan in U25. En ook zilver behaald op het EK U25. En in de VL 6e plaats. Jij dacht, je zijn mij vergeten. Nou ja, nee, weet ik eigenlijk niet. Kom eens gauw. Ook jouw prestaties zijn natuurlijk opgevallen. Ook voor jou een nominatie. Concurrentie. Ja, ik weet niet. Is ze aan het inlopen? Het is nou, we rijden nog niet tegen elkaar. Dus, je zit altijd in andere klasses? Ja, net andere leeftijdsklasses. Ik ben echt bij de senioren en Lotte ook bij de jeugd. Dus, Als jij al bij de senioren zit, wat moet er dan niks niet zeggen over mijn leeftijd? Ja, nee, maar we willen steeds hoger opkomen. Dus, Hoe ver gaat dat? In principe rij ik nu de hoogst haalbare klasse. Alleen is het wel nog zo dat de U25, dus dat is de Grand Prix, onder 25. Dat we, zeg maar, het is hetzelfde niveau als Ankie eigenlijk, zeg maar. Hetzelfde als Olympisch niveau, maar dan een groep die samengesteld is voor alle mensen onder de 25. Dat je toch, zeg maar, een soort van opstap naar de senioren hebt. Dus daarna, die leeftijdsgrens van 25, ligt de wereld weer open om weer alles te bereiken wat je maar kunt bereiken. Ja, klopt. Ik ga het ook combineren. Ik wil ook al bij de senioren echt in de Grand Prix gaan starten en U25 erbij gaan doen. Dus